samenzweringsideeën. Vanaf 2017 eigenlijk op het internet gestart. Hè, maar nu komt het ook echt in de straten van Amerika. Het is, misschien moet ik eerst even zeggen, Q staat voor een veiligheidscode op de Amerikaanse ministeries. Het ministerie van Energie. Hè, allemaal geheime stukken, daar moeten codes op. En Q. En nu is er in 2017 iemand begonnen onder die naam op het internet. En dat zou dan iemand kunnen zijn, allemaal kunnen zijn, die op hoog niveau in die ministeries werkt en dus een kijkje heeft genomen, daar echt verstand van heeft, wat speelt er zich af in de deep state. Ja. Dan kom ik ook dicht bij de opmerkingen van Trump en de Tea Party daarvoor, allemaal tegen het establishment. En dat is één conglomeraat van politici en ze spelen elkaar. We worden geregeerd door een paar hele rijke jongens, ja, die uiteindelijk al die regeringen die de zogenaamde democratisch gekozen zijn, in hun zak hebben. Ja. Dat is het verhaal. Ja, dat is het begin van het verhaal, maar dit gaat nog heel veel verder. Deze Q. Is dat voor anonymous? Ja, voor anonieme, ja, digitale soldaat. Ja. Ik zou bijna zeggen jij en ik in Amerika. De mensen die dus op internet dit allemaal volgen. En wat wordt verspreid als een soort van samenzwering ook, is dat die elite in Washington, en dat zijn de Clintons en de Obama's en de Pelosi's, die zouden zich ook schuldig maken aan een soort van satanisme. En die zouden ook een internationaal pedofiele netwerk ondersteunen. En ze zijn Epstein ook gericht om president Trump helemaal onderuit te halen. Deze deep state tot de dag van vandaag. En er wordt zelfs ook gezegd door deze QAnon-beweging. Trump is de man. Die heeft ook wel gezegd, er komt een storm over Amerika. Hè? Dat kun je natuurlijk ook anders uitleggen. Maar dat wordt dan geïnterpreteerd door QAnon als, het is nu nog even stil, maar er komt een moment, Trump is er druk mee bezig, dat de Clintons, de Obama's gearresteerd worden, naar Guantanamo Bay worden, precies, overgebracht. En ja, dat is allemaal democraten. Zal een executie dan volgen. Allemaal democraten. Ja, het zijn het republikeinse establishment wordt er ook wel bij genoemd. Okay. Maar met name toch de democraten. En zeker ook nog steeds Hillary Clinton wordt veel genoemd. Maar Trump wordt dan niet tot het establishment gerekend? Nee, dat is dan de man die de grote schoonmaak moet houden. Het wordt ook wel gesuggereerd, dit is de wereld van het suggereren, ja, dat die Q nog wel eens meneer Trump zelf zou kunnen zijn. Oké, en die Marjorie Greene. Dat is dus een aanhanger. En het is dus heel bijzonder dat zij dus die nominatie heeft gewonnen. Ja, en zij is een republikeinse conservatief uit een zeer conservatief gebied in Georgia. Zij moest binnen haar partij de nominatie winnen. Dat is dus nu gebeurd. Dan moet ze op 3 november, de dag van de presidentsverkiezingen, dan zijn er ook congresverkiezingen, moet ze toch al opnemen tegen een democraat daar in dat district in Georgia. Maar het is zo'n donkerrood gebied, zo conservatief, dat het nu al wel zeker is dat deze Marjorie Taylor Greene in Washington in het congres komt. En zij steunt deze QAnon-beweging. En nu wordt het anders. We zagen al, ook bij Trump-bijeenkomsten, de letter Q op spandoeken soms staan van aanhangers die zich dan toch een beetje mengen, hè, bij anderen. Maar dit is dus iemand die zegt, ik steun president Trump van harte. Nu komt het dus naar de oppervlakte. En vind je het gek? Eigenlijk sinds 1-2 weken tijd is dit doorgedrongen. We zitten er nu hierover te praten. Tot de mainstream media. Plotseling schrijven de New York Times en de Washington Post. Ze schrijven er allemaal grote stukken nu over. Zijn we niet te laat? Want de FBI heeft deze groepering bestempeld als een terroristische dreiging voor het Amerikaanse binnenland. Want dit is natuurlijk oproepen tot geweld. Maar Willem, dat zij verkozen wordt, ook binnen die Republikeinse partij, betekent dus dat er ergens gewoon in kleine secties al een meerderheid voor dit idee is. Nou, toch? Ja, weet je, we hadden natuurlijk de Tea Party als radicale beweging, gelieerd toch aan de conservatieve vleugel van de Republikeinse partij. Dat liep in elkaar over. Maar die Tea Party, die bleef nog wel binnen maatschappelijke kaders. Dat was natuurlijk ook, ik ben wel eens bij zo'n bijeenkomst geweest, 2 keer. Nou, dat gaat vreselijk tekeer tegen het establishment en Obama. En Obama is zwart en dat moeten we in Amerika niet. En dat was heel radicaal taalgebruik. Maar echt direct oproepen tot geweld. Nou ja, ik noemde dus net zoiets als het moeten Hillary Clinton executeren. Ja, dat gaat natuurlijk wel even wat verder. En je ziet dus ook dat een aantal mensen
nou ja, in de Trump-groeperingen, Eric Trump bijvoorbeeld, de zoon, hè, die retweet ook de tweets van QAnon. Trump heeft dat zelf ook gedaan. Ja, maar hoe komt zo'n mevrouw nou aan een meerderheid binnen zo'n verkiezing? Omdat zij een aantal standpunten heeft die bij conservatieve republikeinen heel erg populair zijn. Zij zegt bijvoorbeeld ook, ik ben heel erg voor het wapenbezit. En als het aan de democraten ligt, het Second Amendment, dan zal dat binnen de kortste keren verdwijnen. Ze zegt over corona, wat de mondkapjes betreft, dat is het onderdrukken vanuit de virologen. Ik ben het met Trump eens, dat je moet de vrijheid hebben om te ademen. China is ook een zondebok binnen QAnon. Hè? Daarvan wordt gezegd, waarom hebben die Chinezen dat virus verspreid? Bewust, hè, om Amerika te ondermijnen. En nou, zo gaat het maar door. Maar het is de ene complottheorie naar de andere. Is er nou niemand die daar van buiten is? Zegt, jongens, zijn we nou allemaal helemaal niet stapelgek geworden? Nou, dat is dus, vind ik, eigenlijk wel het grote nieuws. Ik dacht eerst ook van, nou ja, dit zijn dan misschien een paar honderd, een paar duizend mensen op internet. Hè? Ja. Maar er zijn nu toch echt, de Wall Street Journal kwam er deze week mee. Nogmaals, ze schrijven er allemaal over. Ja, jongens, de pedofiele jacht is begonnen. Er zijn eigenlijk wel miljoenen aanhangers. De satanisten. Op Facebook zijn er Amazing Polly groepen QAnon aanhangers. En in één zo'n groep zitten er vaak al 10, 20.000. Amazing Polly. En nu gaat Facebook een aantal van die pagina's weghalen. Twitter-accounts worden afgesloten. Maar zijn we niet te laat? Want nou ja, het is al in de Staten van Amerika. En deze mevrouw krijgt dan toch een platform in Washington. We gaan nog heel even, Willem, hebben over die andere vrouw die in het nieuws is, namelijk Kamala Harris. Ja, dat is toch ook wel heel groot nieuws, hè? Die running mate van kijk, Joe, ze knijpen Biden. Hem. Trump heeft ze al proberen het goed te praten. Ja, Amerikaans, nou ja. Maar we weten het. Toch. We wisten het eigenlijk al. Ja, daar is een. John Wagner. Dat is natuurlijk een discussie.